mannen van Helmond Sport op zoek naar een overwinning en naar punten. En in het wit NAC Breda. De ploeg die drie hele knappe punten pakte in de laatste wedstrijd uit bij Emmen. Door nog te winnen na een 2-0 achterstand. NAC mist er een paar. Boy Kemper die zal voorlopig niet in actie komen. Aimee Omba, Clint Leemans, Schabjevet en Victor Wernersson. Ook die is ziek. Vandaar ook dat NAC Breda deze week nog twee versterkingen haalde. In de persoon van Manuel Royo. Hij begint meteen in de basis. Links achterin de Spanjaard. En Frederik Oldrup. Die begint op de bank. Van den Eijnden. En Smit. Overname van NAC. Royo wil de bal terugspelen. Ja, Roy Kuipers grijpt al vroeg in deze wedstrijd naar zijn hamstring. Dat is geen goed teken natuurlijk. Kuipers gaat erbij zitten. Nou, zo is dit een hele korte wedstrijd voor Roy Kuipers. Hij naar de kant met een hamstringblessure. Om plaats te maken voor een debutant bij de ploeg uit Breda. Frederik Oldrup Jensen. En ondertussen hebben we ook het volgende blessuregeval bij NAC. Garbett hier een duel met Botos. Nou, die krijgt dan een flinke schouderduw te verwerken. Ook Matthew Garbett gaat naar de kant. Het is dus de tweede gedwongen wissel van NAC binnen 13 minuten. Het wordt Marijnissen die Garbett gaat vervangen. Ludwig. Er staat wat ruimte misschien. Malay. Uitgeweken naar de linkerflank. Bal terug naar Botos. Botos met het schot van afstand. Nou, dat is toch de meest serieuze doelpoging in de hele wedstrijd tot nu toe. Als we bijna 31 minuten onderweg zijn. 5 man in of op de rand van de 16 van NAC Breda. Waar krijgt Janusek die bal? Op het hoofd van den Hurk. En dan Marijnissen van afstand. Nou, dat was nog een lastige bal voor deze Thomas Marijnissen. Malay is wel zo'n man die met een actie de wedstrijd kan openbreken. Ja, zo blijft het hoogtepunt wat mij betreft in deze wedstrijd. Dat ik voorafgaand aan dit duel de hand heb mogen schudden van Prins Briek, de 51ste van Keijenstad. Dat is toevallig ook de technisch manager van Helmond Sport, Jurgen Streppel. Smit, dit is riskant. Ostriets met twee man om zich heen. Omarsson is er één van, die heeft de bal naar Boeren gespeeld. Terug naar Elias Omarsson. Dan moet die bal voorkomen bij de tweede paal. En levert het uiteindelijk helemaal niets op. Maar eindelijk wel eventjes een dreigend moment daar voor het doel van Helmond Sport. Ludwig. Hij is Krekels. Krekels. Botos. Nou, van heel ver, maar eens proberen, waarom niet? Het schot van Floor van den Einde. Kaas. Botos, daar is ruimte bij Van den Hurk. Van den Hurk kan doorspelen. Daar is Malay en daar is de volgende kans voor Helmond Sport. Opgezette aanval. Van de ploeg van Bob Peters leidt uiteindelijk tot de ruimte op rechts bij Mohammed Malay. Die hier kan uithalen. Nou, 10 minuten onderweg in de tweede helft. Nou, maar eens met links proberen. Bal nog van richting veranderd. En dan wordt er toch nog een gevaarlijk schot van Michiel Ludwig. Dat is een slordige bal van die Spaanse linksback. In de voeten van Janis Botos. Botos naar Kaars. Kaars legt voor. Overstapje van de Hurk. Malay. En de bal van de lijn gehaald door Jan Van den Bergh. Beste kans. Zonder enige twijfel in de hele wedstrijd. Tot nu toe is voor Helmond Sport. Kaars met de voorzet. Van de Hurk laat hem bewust gaan voor Malay. Die haalt in één keer uit. En dan is Kortsmet geklopt. en haalt Jan Van den Bergh met links die bal van de doellijn weg. En die reactie van Van den Bergh spreekt boekdelen. Scoort vaak Jan Van den Bergh. En haalt ook nog een bal van de lijn. En is hier ook voor in het doel. Thomas Marijnissen met de kans. Osjelnik met de voorzet. En dan komt hij bij Thomas Marijnissen. Controle met de borst. Hij heeft niet veel tijd en niet veel ruimte. Maar schiet die bal uiteindelijk wel goed in. Wilke Smit krijgt die bal nog bij Kaars. Martijn Kaars. Daar is Botos. Hij wilde het met buitenkant rechts doen, de Griek. Raakt die bal niet goed. Omarsson. Ja, Tom Boeren. Marijnissen op links vrij. Tom Boeren kijkt. Geeft die bal breed. Marijnissen komt goed naar die bal toe. Maar schiet naast. Grote kans voor NAC Breda. Niet verzilverd door de invaller, de vroege invaller, Thomas Marijnissen. Snijdt hij goed naar binnen. Creëert ook goed de ruimte voor dit schot. Maar de afwerking is dan wat minder. Nou, het gaat niet meer met Thomas Marijnissen, die al eerder, dat konden wij goed zien, last had van zijn hamstring. En daar is blessuregeval nummer 3 in deze wedstrijd bij NAC Breda. Dat is een wel erg dramatisch hoog gemiddelde in een seizoen waarin NAC al met zoveel blessures te maken heeft gehad. Sjelnik. Omarsson, komt Sjelnik, is doorgelopen, daar is Houden. Dit is toch ook een grote kans hoor. Sigurd Hauge raakt die bal niet vol. En daardoor die bal nu in de handen van Van der Steen. Krekels, Kaars, Helmond Sport zet druk in de laatste seconde van de wedstrijd. En daar is de treffer! Martijn Kaars zorgt voor dolle vreugde bij Helmond Sport. In de laatste minuut van de extra tijd scoort Helmond Sport. En uiteraard is het dan Martijn Kaars die het doet. Wat een wedstrijd. En meteen ook het eindsignaal. Nummertje 17 van het seizoen. En het is er een die ook meteen goed is voor 3 punten. De volle buit is voor Helmond Sport. Ja, natuurlijk word je dan gek van vreugde. Want dit is een zeer onverwachte, maar niet eens een onterechte ontknoping hoor.